Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Vandaag heb ik voor jullie een Shein haul. Ik krijg constant vragen als ik bij Shein bestel, als ik het eens kan laten zien, hoe de maten vallen, hoe lang de levertijd is en al die dingen. Dus dat ga ik vandaag allemaal in deze video beantwoorden voor jullie. Als eerste wil ik even zeggen, ja, ik zit al in een bikini, maar het is echt 30 graden of zo buiten. Dus het is super warm en ik heb de hele tijd buiten gezeten. Dus ik dacht, ik hou die ineens aan, want deze heb ik ook besteld op Shein. Maar ik ga beginnen met de vragen voordat ik de kleren ga laten zien. Als eerste krijg ik heel vaak de vraag, hoe lang duurt het eer het pakketje bij u is? Dat hangt ervan af. Ik heb mijn pakket nu zelfs al op een week gehad. Soms is dat 2 weken, soms is dat 3 weken, maar maximum 3 weken. Dan krijg ik ook de vraag als de site wel betrouwbaar is. Ik snap niet waarom dat mensen denken dat dat niet betrouwbaar is, maar oké. Voor degenen die denken dat dat niet betrouwbaar is, jawel, dat is een heel betrouwbare site. Ik heb er echt al heel vaak op besteld, al zeker meer dan 20 keren. En ik heb nog nooit problemen gehad. Altijd is alles aangekomen. En ik heb nooit problemen gehad op de site. Dus het is wel degelijk betrouwbaar en echt. Dan krijg ik ook nog heel vaak de vraag hoe je qua maten moet kijken. En welke maat je moet nemen. Natuurlijk kan ik niet zeggen voor u van jij moet maat medium nemen, jij moet maat large nemen. Want dat weet ik niet. Maar ik heb meestal een small, maar ik neem op Shein altijd medium, omdat het een Chinese site is. Dus de maatjes toch wel iets kleiner vallen dan normaal. En in bikinis heb ik van boven een medium en van onder een small. Maar ik neem dan altijd een setje in een medium en het broekje past mij altijd perfect. En het bovenstuk ook. Ik heb ook al eens een small in een bikini genomen. Maar die was mij dan wel weer te klein. Dus ik ga wel altijd een maatje, ja, groter. Toch in de playsuits en zo. En bikinis heb ik meestal wel een medium. Maar in veel winkels kan ik ook nog wel een small aandoen. Dus een Shein neem ik altijd een medium. Dan krijg ik ook de vraag als de dingen echt zijn zoals ze op de site zijn. En in mijn geval heb ik nog nooit problemen gehad. Ik heb 1 keer een bikini gehad die mij te klein was, omdat ik gewoon een small had besteld in plaats van een medium. Maar voor de rest, alles wat ik heb gekregen was altijd perfect hoe dat het eruit zag op de foto. Dus in mijn geval kan ik zeggen ja, alles is hetzelfde. Dan kreeg ik ook nog de vraag als je kunt retouren. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben iemand die nooit retourt. Ik snap niet dat mensen retouren of, maar dat is, ja, dat ligt gewoon aan mij. Ik ben gewoon lui om te retouren. Ik denk dan altijd, ik verkoop dat wel in een, ja, closet sale of ik geef dat aan vriendinnen of aan mijn mama of mijn zus of weet ik veel. Ik retouren nooit. Dus ik heb ook nog nooit geretourd bij Shein. Als ik een te kleine bikini had, heb ik dat bijvoorbeeld aan mijn zusje gegeven. En ja, ik heb niks geretourd. Maar je kunt wel retouren. Het staat op de site. Je kunt perfect retourneren. Er staat ook alles bij wat dat je moet doen. Dus die mogelijkheid is er wel, mocht je dat willen doen. Dan als laatste krijg ik ook nog vaak de vraag als ik douanekosten moet betalen. Ik heb dat nog nooit voor gehad met Shein. Dus ja, ik heb echt nog nooit douanekosten moeten betalen. Ik weet dat sommigen dat wel hebben. Ik weet niet waarop ze dat berekenen. Maar ik denk dat dat ligt aan de hoeveelheid dat je bestelt. Ik bestel op Shein meestal ook wel altijd kleinere hoeveelheden. Dus bijvoorbeeld deze week 3 bikinis en volgende week koop ik er misschien nog eens 4 of zo. Omdat dan de douane dat niet tegenhoudt, omdat die kost van het pakketje niet te hoog is. Dus dat doe ik meestal, maar ik heb nog nooit last gehad van douanekosten. Oké, dat waren alle vragen. Let's go. En dan gaan we de bikinis bekijken. Als eerste heb ik dit rode modeltje aan. Ik zal hier opzij, ik zal opschuiven, dan zal ik hier opzij de bikini aanzetten. Dus deze rode had ik gekozen omdat die super schattig is met dit. Ik vind het echt leuk, zo met die touwtjes, dat is zo eens wat unieker. En ook met die
rechte, dikkere bandjes. Dat vind ik wel heel mooi. Het broekje vind ik ook heel mooi, omdat het zo dunnere touwtjes heeft aan de kant. En ik hou persoonlijk van een Brazilian broekje. Ik heb graag dat dat van achter iets smaller is. Dus de bikinis die ik heb gekozen zijn ook meestal allemaal smaller van achter. Maar dat verkies ik nu eenmaal liever. Dat hangt van persoon tot persoon af. Dus ja, deze bikini, wat ik hier wel spijtig aan vind, is dat je de bandjes niet kunt verstellen. Dus van achter kruipt het wel zo een beetje omhoog. En anders moet ik hier trekken, maar ja, dan is er kans dat je misschien iets gaat zien. En dat willen we ook niet. Dus het had wel verstelbare bandjes mogen hebben. Maar voor de rest zit het wel heel goed stevig, heel goed vast. En ik vind het wel een hele mooie bikini. Als volgende heb ik deze gele bikini met witte puntjes op, witte bolletjes. Het broekje is iets breder als bij de rode bikini. En de zijkantjes zijn om te binden, dus dat is wel heel leuk. Als je dan echt smal bent, kun je dat zo vast doen als je wilt. Als je iets bredere heupen hebt, kun je dat ook kiezen. En het topje vind ik ook heel leuk. Super mooi, super mooie kleuren. Ik hoop dat dit past, maar hier zien jullie als het mij past, ja of nee. Maar ik vind het wel echt een hele mooie kleur. Echt zonnig, super leuk voor op vakantie. Dan hebben we nog een gele. Ik hou heel veel van geel, dus ja, geel is wel echt mijn kleur. Ook weer zo om zelf te binden aan de zijkanten. Het broekje van achter is iets kleiner, zal ik zeggen. Dus dat vind ik wel heel tof. En dan het bovenstukje is ook heel tof. Hier heb ik wel het idee bij deze bikini van, gaat het wel goed op blijven zitten de hele dag? Stel als je die bikini de hele dag draagt. Want ik weet niet als dat naar onder gaat zakken, ja of nee. Maar ik denk het niet. Het heeft ook een dubbele sluiting van achter, wat ik ook kei tof vind. Want dat is weer extra bescherming. En dat geeft wel een mooi effect van achter. Beide twee bikinis, de gele en de gele met bolletjes, zijn trouwens ook bandjes. Want ze zijn strapless bikinis. En dan kun je ook wel bandjes eraan maken. Dus dat wordt erbij geleverd. Dan hebben we een zwart met witte bandeau bikini. Het topje ziet er zo uit. Deze is aan, redelijk strak aan mijn borsten. Geeft mijn borsten wel niet zo'n heel mooie vorm. Omdat dat zo plat en dan krijg je zo'n bult boven de borst. Maar ik vind het, ja, het printje op zich wel heel mooi. Heel tof, zeker voor een Ibiza zo in een strandbarretje vind ik het wel heel mooi. En het broekje is ook weer een klein broekje. Wat je aan de zijkant kunt binden. Dat is de achterkant. Dus dat vind ik ook weer super leuk. Next is een lichtblauwe bikini. Broekje is weer hetzelfde. Dit is wel weer een high-waisted broekje. Je ziet het ook omdat dit een veel langer stuk is hier tussen de benen. Dus dit moet je meer over de heup dragen. En het topje is een beetje een twijfelgeval, want ik snap het idee van de bandjes niet goed. De bandjes gaan zo een beetje schuin. Dus het is meer denk ik voor op de schouder. Ik zou het mooier vinden als het off the shoulder was. Maar voor de rest zit de bikini wel best goed. Die zit heel goed stevig. Dit is meer een bedekkende bikini van boven. Maar vind ik ook wel eens zeer mooi. Alleen, ja, het enige is de bandjes. Het kan wel mooi zijn, maar toch. Het is zo eens een andere stijl. En ik weet nog niet heel goed wat ik ervan vind. Dan de laatste bikini die ik heb. Is deze met kersjes. Een witte met kersjes en ruffeltjes van onder. Wat ik hier heel leuk aan vind, is het gat in het midden. Dat geeft wel zo weer wat extra. Dat is een beetje meer sexy. Want het is op zich wel een beetje een, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een kinderachtigere bikini, zal ik zeggen. Meer iets voor jongere meisjes van 14, 15 of zo. Het printje dan toch. Maar door het middenstuk vind ik wel dat dat kan. En dat dat wel sexy en vrouwelijk is. En het broekje is ook weer high-waisted. Een superleuk broekje met kersjes ook weer. En het is een high-waisted. Het is voor, allee, high-waisted niet echt, maar voor op de heup te dragen. Dat zie je tegenwoordig heel veel. Dus, maar ik vind dat wel echt heel tof. Dat geeft je lichaam wel een mooie
ja, ik vind dat je figuur dan nog mooier is, omdat je zo meer je heupen benadrukt. Dat was het voor de bikinis. Dan heb ik een jogging. Een joggingsbroek, een oud roze. Super cute. Wel zo'n lossere joggingsbroek, dus dat vind ik wel leuk. En dan heb ik ook nog een topje, een off-the-shoulder topje. Ik moet zeggen, het off-the-shoulder topje voelt wel redelijk strak. Het is wel een beetje strak voor mij, maar oké, het kan ermee door. Ik vind het wel een heel toffe combinatie. Het is anders dan een gewone jogging of een slodder jogging. Het topje maakt het wel zo wat meer vrouwelijk en iets meer sexy om zo een huis aan te hebben. Next heb ik iets gekozen voor de festivals. Vond ik echt super mooi. Het is een playsuitje, een geruit. Het is ook echt zo'n meer flanelstofje. Het voelt zo een heel zacht flanelstofje. En het moet je binden. Echt super leuk voor de festivals, vind ik. Zit ook super tof. Echt een heel tof playsuitje. De achterkant is één kleur. En ik dacht dit te combineren op een festival met bijvoorbeeld zwarte bikerbootjes. En dan dit erbij. En dan zo'n cool bandanaatje misschien of zo. Echt zo'n stoere outfit voor de festivals. Dat vind ik wel cool. Next hebben we een kaki groen playsuitje met bolletjes. Dat wou ik al lang. En dat heb ik nu eindelijk besteld. Het ziet er zo uit. Het heeft ruffeltjes hier van onder. Het heeft een off-the-shoulder mouwtje eigenlijk. Het heeft wel gewone bandjes en dan zo'n off-the-shoulder. En van voor een beetje uitgesneden. Het heeft wel een knoopje van voor om toe te doen. Dus dat is ook super tof als je niet te veel wilt laten zien. En als laatste van Shein heb ik dit super mooie blouseje. Het is een bolletjes topje. En hier van voor kun je dat aantrekken. Super leuk. Geeft ook weer zo'n super tof effectje op een shortje of zo in de zomer. Dit ga ik zeker meenemen ook naar Ibiza. Want dat gaat kei mooi zijn daar. En kei kleurrijk en kei fleurig. Vind ik echt ook weer een super geslaagde aankoop. Oké, zo. Dat was alles wat ik heb gekocht. Zoals jullie kunnen zien is het wel redelijk wat. Ik heb me best wel laten gaan. Nou, de prijzen op Shein zijn ook wel echt super goedkoop. Wat ik echt super tof vind. Want daardoor koop ik ook wel echt veel meer. Want ik ben zo wel iemand ook die denkt van, oh, super tof blouseje of super toffe bikini. Maar ik draag die dan 2 of 3 keer of zo. Omdat ik graag nieuwe dingen heb voor foto's en op vakantie en zo. En dan is dit wel super tof, want je moet niet te veel geld daaraan uitgeven. Ik ben echt heel blij met mijn aankopen. Laat zeker in de comments weten wat jullie ervan vinden. Ik ben zeer benieuwd wat jullie van mijn aankoopjes vinden. Ik hoop dat jullie het ook tof vonden, dus zeker. Hello everyone, it's Angela and welcome back to my channel. So in today's video, I have a bikini try-on haul to start off the week. I really hope that you guys enjoy and let's just jump right into it. Alright everyone, so today's quote of the day is work hard in silence and let your success be your noise. And this is also kind of like a mantra of mine. I think it's a really important and special quote. And I think being humble is really nice as well. So let's just jump right into it. So I'm going to be showing you Zapple bikinis today, and I'm going to start off with this beautiful royal blue bikini. It has these really fun buckles on it, which makes it very fun and different, and it also is silver. So it has silver metal on it, and the cool part about this one is the fact that it's adjustable, obviously, with the buckles, so it's probably going to fit most body types and shapes, and I got this in a size small. All of these are a size small, and I'll leave them linked down below just in case you're interested. And yeah, I really love this top. As you can see, it has a straight across neckline, and that's kind of like a fun 90s fashion statement right there with the straight across neckline. And then these are what the bottoms look like. They also feature the buckles, and I think they're extremely flattering on. They're cheeky in the back, and they're pretty high up on the waist, so they're very flattering on, and they're going to accentuate your butt, make your legs look really long. So overall, I really love this first bikini. So this next bikini I had to show you because it is a Carol Baskins
Joe Exotic bikini. It is a cheetah leopard print bikini, and this one is just stunning, and you can also mix and match this one, but I decided to wear it together, obviously, and for the top, I actually did a crisscross with the top, and that will lift up the girls a little bit, and it's just a fun way to tie it, but you can also tie the top the normal way if you would prefer, and then the bottoms look really nice as well. I love that it's just kind of a classic string bikini and it's very simple and it doesn't have too much going on. So this is the top. It is very tiny, so I suggest sizing up for this one. This is what it looks like. And like I mentioned, you can obviously crisscross it in the front or you can wear it the classic way, but yeah, definitely size up because I wish I got a medium in this top. It's really tiny, but it does come with pads and it has a metal underwire right here. And then these are the bottoms. So these are what the bottoms look like. Really adorable, very similar to the first pair, honestly, or the first bikini that I showed you. And the bottoms actually fit perfect. So I would have been a small in the bottoms and a medium in the top, which I don't know if they mix their sizes like that, but I just wanted to let you guys know that the top does run really small. It's really tiny. And this bikini almost has a old-fashioned flare to it. As you can see by the top, it has a similar cut to the leopard print bikini because it has the underwire. And yeah, it kind of gives me 1980s vibes or something like that. I was not alive in the 80s, so I'm not quite sure what year it was, but it definitely is giving me throwback vibes. And then the bottoms are beautiful. I would probably have to say that these bottoms are my favorite because in the front it kind of scoops down a little bit, so it really elongates your torso as well. So I never even thought about that, but this is what the next one looks like. As you guys can see what I'm trying to say about that 1980s flare to it with the underwire, and I don't know, just gives me those vibes. And it has the clasp in the back. And then I'll show you what I meant by the bottoms. So for the bottoms, see how it kind of scoops down right here in the front? Because it scoops down, it makes it extremely flattering on. It's beautiful on and it really elongates your torso and your legs. So it's like a double win-win. And then these are the backs. This is what the back looks like. This next bikini is a really fun and girly bikini, and it's a different color for me. It's actually kind of like a brown color, but I really love this color so much. So it has these ruffles on the sleeves right here, so that's what makes it very girly and feminine, and it has a V-cut in the front of the bikini. And then for the bottoms, they actually have three strings on the sides of them, so I love that added touch. And I think they also fit me really well. So I'll show you guys, this is what the top looks like. Stunning, and you can see the ruffles right here are just so cute, love them. And then, like I was talking about, these bottoms have the three strings right here, which is unique because the other ones did not have that. The other ones were just a tie closure, but very cute. And for this bikini, you could definitely mix and match this one because it's very simple, solid color, if you know what I mean. And then for this last bikini, this one is a bright color one, and you guys know that I love bright colors. I think they just really brighten up my face for some reason, and they also make me feel really happy. Plus, I know bright colors have been very trendy for a while now, so that's a win-win as well. So this one is a fun seafoam green color, and this one really will lift up the girls. They are very supportive. It's very supportive up top, and it obviously has padding in it, which all of these had padding in it today besides the emerald green one that I showed you. And it's a very sporty vibe bikini because, I don't know, it just gives me those vibes. The top is almost like a sports bra, and I just love that about it. And then these bottoms are the most cheeky out of all of the bikinis that I showed you today. It's nearly a thong back, but I really adore this bikini, and I might have featured this one before on my channel, so I'm going to show you guys the top right now. So this is the top. As you can see, it's just a very classic
cut. It has the rounded cut in the front and just rounded, and then it's just rounded in the back too. So nothing too fancy going on. And then these are the bottoms. This is what they look like. And then the back is pretty much like a thong or close to it. But that actually concludes today's. What's up, alligators? It's Allie Hard to See, and today's video is going to be another bikini try-on haul. I have done these on my channel multiple times in the past, but it's kind of weird because, like, I didn't do any during summer, and now we're entering fall, but it's fine because it's still hot out. And just so you guys know, if you see me do an outfit change or the background looks different throughout this video, that is because I only have the first shipment sent to me right now, and when I get the second package, I'm going to film that part of it and then just insert it at the end because I don't want to wait to film this because I was just way too excited. Shout out to Zaffle for sending me these bikinis. I have worked with them numerous times in the past on my channel, and you guys know I would never promote anything that I did not genuinely love, and you guys will see me wear these in all of my Instagram pictures and stuff, so clearly I wear them and I love them because this is literally the only place I get bikinis from. Also, just so you guys know, sizing wise, I did get a size large in everything that you're going to see here, and without further ado, let's just jump on into this video. I hope you guys like it. If you do, give me a big thumbs up. This first swimsuit is tie-dye, and I love it so much because it's rainbow, also because you can adjust the back of the top as tight or as loose as you'd like it to be. This next swimsuit was probably one of the best fitting ones in my opinion, both top and bottom. And I like that it had sort of a design on it because I feel like a lot of the ones from their website could be a little bit plain, but that's just like any other company for swimsuits. The way it ties in the back is like a little metal clasp, so you can't really adjust it much other than that, but I don't think you really need to. When picking this out, I was a little bit worried just because it's white that it would be see-through, but you actually can't see the pads through at all, so that was really good. This next one I picked out in specific because I liked the black version of it so much. This one is a lot different than the black one that I already have, but it's little blue roses, and they basically just cover your nipple because the rest is sort of fishnetted, and the bottoms are just plain pink, but this is really light, so it's like breathable and you don't really get hot in it. Not that somebody would get hot in a swimsuit, but it's just the least coverage you could possibly have on your top area and super comfortable. No padding whatsoever, obviously, because like I said, it's basically just fishnet and a nipple cover, but I really liked it and I love the flowers. Like, they're so cute. This next one I thought was really fun. It's purple, and when I first got the top, I was really confused because I was like, okay, I don't have three boobs, like what? But this is for the back, this back part, and then the bottoms also match the top perfectly. I don't know what it's supposed to be, maybe like a sun or something, but I like the little design, and I like that it is a little bit different, and you have like this triangle back, and it adjusts in like two different places connected to this back triangle, if that makes sense. You can see it on my body, you know what I'm talking about. I also like that the bottoms weren't too cheeky, but they didn't give you full coverage either, so they were somewhere in the middle. This next one is the same exact style as a Zaffle bikini I have from a previous haul, but it is in the color light blue, and I really just like the way this one fit. I thought it was super simple everyday wear for bikini. This next one honestly fits more like a sports bra, almost like a Calvin Klein set sort of deal, but it's furry, and I got a furry one from them before, but it was different fitting, more like a bikini. This one is literally like a sports bra, and I feel like a furry wearing it because it's so furry and it's like bright pink. If I had furry ears, I could go to a rave with this or something. And I'm really curious to see how it'll feel underwater, the material and everything, just because it's sort of like velvety. That's the word I'm looking for, not furry, velvety. This next bikini is a tie-dye one. Again, another rainbow tie-dye. I think this is like the second one out of like at least three, maybe more in this haul that I'm going to show you. The top fit perfectly. It was a little bit like barely covering me, but honestly, that's kind of how I like my bikinis because I don't wear padded bikinis. And then the bottoms honestly were really big on me, but I'm probably going to tie them. These are the only bottoms that were not true to size as much as I would have liked them to be, but I also, again, did order a size large. This next one came in a few different colors. I picked the color pink, so just very basic pink bottoms, and these are so comfortable, like the best fit that you could possibly ask for bottoms, honestly. It's a bunch of pineapples and it has the pink to match the bottoms, you know what I'm saying? This one was the one top that didn't fit me perfectly either, just because I'm probably going to have to pretty much tie the back to make it fit, but other than that, I have no complaints sizing wise in all of the rest that I'm going to show you and the ones that I already did. This one right here is another tie-dye, but it's tie-dye blue, which is my favorite color, and I like that
on the bottoms, it had these little three marks, which made it stand out a little bit more to me. And also on the top, just the way it fit, it was super strappy, super cute. And these are like pretty much my favorite fit of tops when it comes to Zoffle bikinis. This again is one of my top favorite styles of a swimsuit because it has the mesh on the top and then the seashell, which covers your nipple. And the bottoms are super comfortable. And I think they could technically be reversible. And last but not least, we have this teal swimsuit right here. Very comfortable, very easy to put on. And it pretty much covers the same amount of skin on the top and bottom, which is nice. Thank you guys so much for watching. If you did enjoy, be sure to let me know by giving me a big thumbs up. Comment below letting me know which one was your favorite bikini. Also, check out Zoffle. They will be linked below in the description box. I will have individual links, so if you guys want to get the same ones that I showed you today, feel free to go ahead and do so. Don't forget to subscribe to my channel. If you are new here, turn on post notifications by hitting that bell button right next to the subscription box. I have a Patreon if you guys want to check that out, where you can get my private Snapchat, exclusive photo shoots, etc. That'll be linked below. Follow my social medias, and I will see you in the next video. Later, alligators. Bye.